Een goede avond bij Bedtime Stories. Ik ben Guido Rink, wethouder in de gemeente Emmen. En ik mag vandaag aan deze kinderen die hier aanwezig zijn een verhaaltje gaan voorlezen. Dat doe ik uit een boekje van De Bonte Koe. De Bonte Koe is een lekker makkelijk lezenboekje. En deze kun je vinden in de bibliotheek. Het is van De Bonte Koe en deze duurt ongeveer 10 minuutjes. Kun je makkelijk voorlezen. Er zijn ook karaokeboeken van en luisterboeken van. Die kun je dus vinden op het makkelijk lezenplein bij de bibliotheek. Zo heb je deze Tess Willem Dier. Of professor weet al. Nou, die zal vast alles al weten. Of professor. hippo kan niet zwemmen. Nou, dat is gek, hè? Een nelpaard die niet kan zwemmen. Of Klaas en het Rare Paard. Nou, zo zetten we het beertje weer terug. Maar welke wij vandaag gaan lezen, <laughs> pak ik nog een keer het beertje. Blijf zitten, hè? Blijf zitten. Het gaat weleven. helemaal goed komen. Mijn vriend. Want we gaan het vandaag hebben, en de beer hoort daar ook bij, over de koning en de dieren. De koning en de dieren. Of de koning der dieren zelfs. De koning der dieren. Op een nacht kwam al het speelgoed van David tot leven. Nu konden ze spelen zonder David. De koning mocht een leuk spel kiezen. Maar wie was er eigenlijk de baas deze nacht? Nou, dat koning. kan ik achterop lezen. Maar dan gaan wij nu eens even kijken in het boekje. Gaan we eens even voorlezen. Zo. Op een nacht bij volle maan wekte een vee het speelgoed tot leven. Eerst werd de pop wakker, toen volgden alle dieren. De leeuw, de zebra, de koe, de muis, de hond, de vos, de aap. Eén voor één deden ze hun ogen open. De muis keek om zich heen. Wat was dat? Kon hij nu zelf spelen? Zonder David? Oh, wat gaan we doen? Piep piep, vroeg de muis. Wie kent er een leuk spel? Piep piep. Dat vragen we aan de leeuw. Moe, zei de koe. Want hij is de koning der dieren. Moe. Dat klopt, zei het kuiken. Piep piep. Goed idee, bzz, riep de bij. Echt niet, piep piep, zei de muis. GELACH Dit is een rare nacht en dus wil ik de baas zijn, piep piep. Het nijlpaard werd rood. Ik wil ook een keer de baas zijn. Ik ook, ik ook, ik ook, ik ook, riep de hond en het hert. En toen wilde iedereen wel koning worden. Dus moesten ze stemmen. De bijen zorgden voor een hoop papier. En een wasbeer maakte een toren van een stapel boeken. Colin en Milan en Teun en Benjamin en Jette. Komen jullie even hier een stapel met boeken maken? Dan kunnen we gaan kijken wat daarmee gaat gebeuren. Maak maar een mooie stapel van zo hoog ongeveer. Er liggen hier allemaal boeken. Leg ze maar op elkaar. Zo, leggen we hem hier neer? Ja. Zo, dat is één. Nou, leggen we nog een boekje neer. Zo. Pas op dat de beren niet vallen, hè, want die zijn al gevallen. Zo, ja. Hebben we een mooie stapel zo? Of moet die nog hoger? Ja. Nog hoger. Doen we hem nog een beetje hoger? Alle. Allemaal boeken uit de bibliotheek. Zo. Zo, ja. Dat is de laatste. Dan zijn we klaar. Mogen jullie weer naar je bedje toe? Dit is de toren. Oeh. Het zou wel een beetje de toren van Pisa kunnen zijn. Zo schreef. Oh, daar gaat weer een beer. Oké, okay, nou, de wasbeer had een stapel gemaakt, daarop kon elk dier een toespraak houden. Elk dier, nou, het nijlpaard mocht als eerste. Als ik de baas ben, zorg ik dat er een bad met schoon water komt. En ze poepen altijd in het bad, hè, de muis beloofde daarna voor alle dieren kaas, zoveel je zou willen. Nee, waf, zei de hond even later. Bij mij krijgen jullie geen kaas, maar botten, waf, waf. Ja, zien jullie mijn mooie gewei? Vroeg het het. Dat is ook voor jullie als ik de baas ben. En hij showt zijn gewei. Wauw, wat een mooi gewei. De leeuw deed niet mee. Hij was al zo lang koning en had er geen zin meer in. Toen iedereen aan de beurt was geweest, moesten ze gaan stemmen. Schrijven konden ze niet, dus gingen ze maar tekenen. Als je een bot tekende, was dat een stem voor de hond. Een gewei was een stem voor het het. En een staart was een stem voor de muis. Alle papieren gingen in een pot. Iedereen had getekend. De pop las ze één voor één voor. Staat 1. Gewij 1. Staat 2. Water 1. Bot 1. Oh, wat duurde dat lang voordat de uitslag bekend was, zeg? David had ook zoveel speelgoed. Wie had er nog meer? He, hebben jullie ook speelgoed? Ja. Ja, hè? ja. ja, ook allemaal heel veel, hè? Ja, ik heb een voorbeeldje. Ja. Op de uitkijk. Allemaal mooie speelgoed, hè? Maar David had heel veel speelgoed, dus het duurde heel lang voordat de hond en het hert ook maar stemmen kregen. De muis en het nijlpaard kregen er juist heel veel. De muis lag aan kop met wel drie stemmen. Er waren nog drie papieren. Zou de muis de nieuwe koning der dieren worden? Toen riep de pop twee keer, water, water. De muis en het nijlpaard stonden nu gelijk. Om de laatste stem ging het. Oeh, spannend hè? De pop pakte het laatste papier uit de ton. Hij vouwde het open. Maar juist toen hij het wilde zeggen, viel er een straal licht binnen. De nacht was voorbij. Alle dieren werden stijf zoals altijd. De pop stond met de mond open, stil. Hij kon niks meer zeggen. Wie die nacht de koning der dieren was, zullen we nooit te weten komen. Dat was het verhaal. Dus we weten nooit wie die nacht de koning van de dieren was. Maar wie is er normaal de koning der dieren? Wie weet dat? Anna Roos, de leeuw. De leeuw heel goed. En welk dier is het sterkste van allemaal? Dirk Jan. De olifant, Ja, dat is wel de zwaarste van allemaal. Dus ik denk dat hij ook wel de sterkste is. Dat is hij ook. Dat is hij ook, oké. Okay, nou, ik hoor daar dat hij dat is. Laura, had jij een vraagje? Of wou je wat zeggen? De leeuw. de leeuw, hè? De leeuw is ook heel sterk, hè? Dat is de koning der dieren, daar luistert iedereen altijd naar, hè? Die kan bijten. Ja, die kan bijten, ja. Maar uiteindelijk, ik denk dat de slurren van de olifant ook wel aankomt, hoor. Ja, ja. In een, die slaat in één klap de, zo'n deel. Ja, slaat yes, hij de leeuw. Nou, ik denk dat ze ook wel vriendjes kunnen zijn. Hè? Laten we maar denken dat ze gewoon vrienden zijn. Hè? Ruzie maken is niet zo mooi, toch? In het wild wel. In het wild, ja, in het wild doen ze dat af en toe. Hè? Maar als er een hele kudde met de olifanten is, dan is de leeuw slim genoeg. Dan gaat hij geen ruzie maken met de olifant. Dus de leeuw is ook nog eens slim. Ja? ja hey jongens, wat vonden jullie van het verhaaltje? Leuk. Ja, vonden jullie hem leuk? Ja. ja? ja. En, en als jij zou mogen stemmen, of wie zou je dan stemmen Milan? Uh. Op welk dier? Wie moest de koning worden van jou? De tijger. De tijger, ja, dat is ook een mooie. En bij jou, Koen? Uh, de nelpaard. nelpaard. Nelpaard, ja. En bij jou, Jette? Wie zou bij jou de stem krijgen? Wat zou jij tekenen? Zou je een bot voor de hond doen? Of, uh, voor de leeuw ook? Oké. Okay. En dan kijk ik nog even naar Liv. Wie zou jij stemmen? Oh. Wat zeg jij? Ja. Op de hond. Ja. Ken je ook een hond? Ja. Ja, hoe heet die dan? Pink. Hoe heet de hond die jij kent? Pink. Heel goed, Bink, hè? Ja. Teun, wat wil jij zeggen? Of wie zou jij stemmen? Leeuw. Op de leeuw? Ja. Ah, Oké, okay. ga je weer even lekker op je bedje liggen? Daar hadden we afgesproken met elkaar. hè. Top. Goed. Sarah Lynn, of wie zou jij stemmen? Op de hond ook? Tigo, wie zou jij stemmen? Op de hond. Op de hond. Nou, hier wint uh, meneer de hond. Dat is toevallig, met de peiling. He? Dan, meneer Colin. De hond. De hond ook. Zo, aan die kant uh, wint de hond. Uh, jij had de hond. Laura, wie had jij? De leeuw. De leeuw. Chillen gasderk. Dirk jan die had de olifant. Nee, de hond. Ja, oh, nee, dat was de sterkste. Hè? Wie zou jij stemmen? De tijger ook. Benjamin, op wie zou jij stemmen? De uh, muis. Op de muis, ja. we hebben een muis, yes. En uh, Anna Roos? Hond. Op de hond. Ja. En Noé? Op wie zou je stemmen? O op het hert. Op het hert, met het mooie gewei. Ja. ja. Nou, volgens mij hebben we zo wel een heel mooi verhaaltje met elkaar gehad. En weten wij wel wie er hier de, de koning der dieren was geweest, hè, als we dat hadden gedaan? Hier was de hond was de koning der dieren geweest. Maar we zullen het nooit weten. Als je dit nou een leuk boekje vindt, ja, nou. we hebben er nog meer. Hè. Ik heb ze zojuist laten zien. Die kun je gewoon bij de bibliotheek vinden. Daar staan ze op het uh, makkelijk lezenplein. En uh, ze zijn van de Bonte Koe, dus je, je kunt ze zo even bekijken. Maar je kunt ze ook luisteren, want er zijn ook luisterboeken van. En elkaar ook lezen. Dus hartstikke leuk.